Het Verkeersveiligheidsinstituut zal op korte termijn verder worden ingevuld. Dat zei minister Kenneth Amoksi gisteren in het parlement. De hoge verkeerscriminaliteit en het grote aantal verkeersslachtoffers baart de bewindsman enorme zorgen. Er zullen strengere controles komen, terwijl ook de fysieke gesteldheid van de infrastructuur nader zal worden bekeken. In het verkeer gaat het om drie zaken, namelijk education, engineering en enforcement. Terwijl het ministerie van Justitie en Politie belast is met enforcement en education, is het ministerie van Openbare Werken en Verkeer belast met de engineering. Op korte termijn zullen deze twee ministeries in samenwerking met de wegenbouwers, de Universiteit van Suriname en andere deskundigen en stakeholders bij elkaar komen om de handen in elkaar te slaan voor de verkeersveiligheid. Het wordt een mini-verkeerscongres. Maatregelen is dat we ook op korte termijn de verkeerscontroles zullen opvoeren, als ook de snelheidcontroles. Nagegaan zal worden welke fysieke zaken aan de wegen moeten worden aangebracht voor veilig verkeer, maar de mens blijft de essentiële schakel. Ik blijf herhalen dat de hoge snelheden en het roekeloos rijgedrag de grootste boosdoeners zijn. Minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie gisteren in het parlement. Hij wil op korte termijn invulling geven aan het Verkeersveiligheidsinstituut. Dat moet bijdragen aan een veilig verkeer in Suriname.